Nou, er moet wel heel wat gebeuren, wil dat gebeuren morgen. Allereerst moeten we natuurlijk zelf eerst de punten pakken. Nou, dat wordt al moeilijk genoeg. En daarnaast moeten zowel Volendam als Geenemuiden punten laten liggen. Nou, dat lijkt me toch ook een van die twee die zal de volle winst ook wel behalen. Ja, dus jij denkt eigenlijk als een van die twee dus de volle winst zou behalen, dan is het dus nog niet beslist morgen, verwacht jij? Ja, dat verwacht ik inderdaad. En dan is het ook nog afhankelijk van ons eigen resultaat. Kijk, we staan er goed op. En morgen is het gewoon een kwestie van goede uitvoering. Goed benadrukken wat we heel goed kunnen. Heel goed kunnen voetballen namelijk. En als dat allemaal mee zit, dan zie ik ons eigen pot wel binnen. Maar goed, dan zijn we nog afhankelijk van de anderen. Ja. Het is natuurlijk wel een aparte wedstrijd. Een wedstrijd als het om de titel gaat. Jij bent ervaringsdeskundige. Seizoen 99-2000, heb jij dat meegemaakt? Zijn jullie kampioen geworden van de hoofdklasse? Ja, wat weet je daarvan? Wat voelen die jongens nu op dit moment, denk je? Ja, nou ja, je voelt natuurlijk de spanning. Dat is heel normaal. Ja, en er zit iets meer druk op dan normaal. Kijk, het is een van de laatste wedstrijden van het seizoen. Normaal gesproken, als je nergens met hem strijdt, dan kun je andere dingen gaan doen. Dan kun je denken aan afscheid nemen van spelers en dat soort dingen. Dan kun je een rustige seizoen afsluiten. Ja, nu zit het er nog volop natuurlijk. Dus wat voel je ervan? De hele voorbereiding, alles is er natuurlijk op gericht om ook morgen weer vol te kunnen vlammen eigenlijk. En hoe staan ze ervoor dan, volgens jou? Ja, ze staan er heel goed op. Als je afgelopen dinsdag hebt gezien. We creëren ontzettend veel kansen. Alleen het grote verschil met toen en nu is dat de kansen pas eer laat afgemaakt worden. En veel te weinig. Kijk, en als dat morgen allemaal mee zit. En het publiek gaat erachter staan, zoals we ook afgelopen dinsdag tegen ONS gezien hebben. Ontzettend veel Urkers die ik in jaren niet gezien heb. Ja, prachtig om te zien en ik verwacht het morgen ook. Ja, als dat er allemaal achter gaat staan, dan ben ik wel positief gestemd. Dan zou het zomaar kunnen gebeuren, bedoel je? Nou, dan zou het kunnen gebeuren dat wij onze pot winnen. Ja, en dan richting 16:30, dan moeten we afwachten wat anderen gedaan hebben. Nu heb jij het zelf meegemaakt. Werd er toen in de aanloop naar die wedstrijd ook al gedacht van dit gaan we redden? Stond de champagne al koud toen? Staat bij jullie nu al de champagne koud bijvoorbeeld? Nee, nu op dit moment staat er nog niks koud. En ik ben bang dat het morgen ook niet zo is. Nee, wat dat betreft dan leven we best wel nuchter naar deze wedstrijd toe. Ik heb meer het idee dat het bij jullie als pers meer leeft dan bij ons. Wij hebben meer zoiets van, we gaan gewoon een goede pot moeten we neerzetten. En dan zien we wel. En dat gaan we morgen beleven. En wat zegt jouw gevoel? Gaan jullie dit seizoen afronden met die schalen in de armen? Ja, gevoel dat is iets wat je niet grijpen kan natuurlijk. En het gevoel belazert je ook wel eens. Dus ja... mijn gevoel zegt wel van als wij morgen tegen Bergen een hele goede uitvoering kunnen op de mat kunnen leggen van hoe voetbal bedoeld is. En wij kunnen die pot binnen het afsluiten, ja, dan kan het tegen Geenemuiden een hele leuke wedstrijd worden.